De situatie met betrekking tot de waterinfrastructuur in de westelijke districten is een ramp. De irrigatie- en afwateringssystemen in vooral Nikeri hebben een dringende aanpak nodig. Dit vertelde minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken gisteren in een live uitzending van de Communicatiedienst Suriname vanuit de getroffen gebieden. De bewindsman concludeert dat de wateroverlast vooral is ontstaan door slecht onderhoud van de waterwegen de afgelopen jaren. Hij zal lokale boeren vragen om samen met de overheid de handen ineen te slaan voor een duurzame aanpak van het probleem. De mensen hebben schade geleden, veeteelthouders, landbouwers. Die schade loopt in de honderden miljoenen. Je kan dat niet compenseren, want de begroting is er niet voor. Maar de regering van Aanzet geeft 50 miljoen, dat is een druppeltje op een hete plaats. Vergeet niet dat we het binnenland ook hebben, Apura, Tapanahori, onder water. Mensen, hun gebieden zijn onder water en daarom komt er voedselhulp. Het is geen pakkettendistributie, het is geen show. Er is nood aan drinkwater en voedsel. En daarom moet rijst gaan, er moet drinkwater gaan. EHBO-equipment moet gaan. Dat zijn de pakketten die verstuurd worden. Het is noodhulp. Noodhulp komt voor voedsel en EHBO wanneer er een ramp is. Wanneer er sprake is van een ramp. En dat hebben we nu. Wat civiele infrastructuur betreft, want daar gaat het om. Net wat ik zei, ik schat persoonlijk dat als je dat landelijk beter wil aanpakken, dat je gemiddeld 500 miljoen US dollar structureel nodig hebt, duurzaam om het probleem landelijk aan te pakken zoals de situatie er nu is. Vandaag komt de regering de bewoners van Apura en omringende dorpen tegemoet met voedselpakketten uit het landelijk distributieproject. Dit zei districtscommissaris Senrita Gobardan eveneens in de live-uitzending van de Communicatiedienst Suriname. De burgermoeder zegt dat uit inventarisatie is gebleken dat de meeste gebieden in haar district getroffen zijn door wateroverlast. Minister Noor Mohammed zegt dat hij met zijn collega's bezig is met het uitzetten van een plan voor een duurzame aanpak van het wateroverlastprobleem en wel voor de komende 15 jaren of langer. Het heeft volgens hem geen zin om een korte termijn oplossing te brengen die volgend jaar weer tegenspoed met zich meebrengt.